Ziezo, deze carport is klaar. Je kan hem natuurlijk nog verder afwerken, bijvoorbeeld met een bergruimte achteraan, ofwel hem afsluiten langs drie kanten. Er bestaat een enorme keuze in carports. Dat gaat van één enkele carport aangebouwd aan een huis tot een carport met zadeldak en garagepoort. Aan u de keuze. Vandaag zijn er twee combilanders en een jaargang Dobbit magazine te winnen. Je maakt kans als je het antwoord kent op volgende vraag. Hoeveel kilogram mag een ongeremde aanhangwagen wegen in beladen toestand? Stuur je antwoord op een gele briefkaart naar Dobbit magazine, postbus 195 8000 Brugge 1. Winnaars worden bekendgemaakt op pagina 478 van Teletext en in Dobbit magazine en ze worden ook persoonlijk verwittigd. Meer informatie over de behandelde onderwerpen vindt u in Dobbit magazine dat u kan bekomen door nu te bellen op nummer 03-232-5262. Het Dobbit magazine is ook verkrijgbaar in de boekhandel. Met dank aan Hubo, Koolstrop, Avasco en Bison. Wordt de V van VTM binnenkort een B van Britse televisiemaatschappij? Van Rompuy buigt niet. Camerabewaking, weet u wel hoe vaak u op televisie komt en is dat geen schending van uw privacy? En het verhaal van Wagner dos Santos, overlevende van een moordpartij op straatkinderen in Rio de Janeiro. TV2. En tot dan vliegt Vlaanderen vakantieland erin, straks naar het buitenland. Maar eerst een dagje fietsen en een avondje stappen in Antwerpen. Een goeie avond. Twee steden vandaag. Straks Berlijn, waar ze hun beroemdste stuk architectuur tegenwoordig in stukken en brokken verkopen als souvenir. En nu Antwerpen, waar architectuur onze leidraad is. Dit weekendje Antwerpen begint met een stapje in het donker. In de Koningin Elisabethzaal luisteren en kijken we met ingehouden adem naar de slotscènes van The Phantom of the Opera, de musical die overal volle zalen trekt. Van de Elisabethzaal bij het Centraal Station is het een kwartiertje lopen tot het centrum. Overdag komen hier deftige dames voor koffie met gebak. 'S Avonds is de keizerlei terrein van gladde juppies met blitse auto's. Ik ben op zoek naar iets rustigers. Een goede jazzcroeg bijvoorbeeld.